Ik weet niet of we volgende uit aan het spelen zijn, maar ik ben het wel. Ik hoop dat we aan het opnemen zijn. En dat we geen lag krijgen met FPS, dat zou zo kut zijn. Maar goed, we gaan het potje spelen. Als we tenminste een server kunnen vinden. We zijn aan het opnemen. Oké, let's go Fortnite Brothers. Heist loading. We zijn aan het laden. En de balk is vol. Oké, let's go. Feeling it. Today is the day that we're gonna wreck people. Jump. Oké, waar gaan wij op de map? Laten we daar aan. Let's go. Kill. I know your spots, mate. Er is iemand nog meer land hier. Deze gaan we ook pakken. Papa. 3 kills to our name. That's how we roll in. Nog een kist. En een shotgun. En een shotgun. Hier iets? Nee. Potion, let's go. Vijftig extra HP's. Daar zit nog een kist. Hier ligt nog een metaal, kunnen we even snel pakken. Voor de volgende kist alweer. Zit in de cirkel. Prima. Prima, prima, prima. Heel veel. En ik switch hier wel van deze. Zo. Nou zet ik hem even goed. Die daar, die daar, die daar. En zo. Prima. 56 man over. 3 kills op onze naam. We gaan niet slecht.
Blauwe tactical shotgun is ook wel lekker. Sniper ammo, betekent dat dat hier een kist zit? Nee, hier zit een kist. Dat gaat misschien wel op de trap items. Items, nee. We gaan even naar het elektriciteitshokje, zo noem ik er maar bij. Ik heb een taal erbij, dat is niet nooit kwaad. En dan kunnen we, I don't know. Achter ons iemand, nee. Mooi, mooi, mooi. Oh, shit. Waarom deed ik dat? Dat was echt niet slim gewoon. Dat schot kan zo duidelijk gehoord worden. Nou, het gaat gewoon prima, nog steeds. Dus we gaan hier even checken. Hey, bandage. En bricks. Daar ligt soms wel meer stuff dan daar, maar goed. Ik raad jullie aan als jullie daar landen, de container shipment, zo noem ik het altijd daar, bij de containers, dan zou ik altijd even die plek checken. Het is niet zo ver weg en het kan soms gewoon wel goede loot liggen. De huisje ligt meestal ook goede loot. Maar meestal als ik hier ben, dan loop ik door naar Tomato Town. Vanuit hier, dit is waar mijn looproute is, dus dan weten jullie het dan ook. Maar dat maakt niet uit, de kans dat wij... degene die er kijkt en ik samen in het potje komen zijn very small. Alright, let's go. Oh, supply drop, supply drop geworden. Hier, hij zit letterlijk dicht bij ons. Heel dichtbij. Ik weet het gewoon zeker, ik ga even naar die brug. Dan heb ik wat, en daar is hij. Super dichtbij, die gaan we nog wel onderscheppen. Echt aan de rand van de cirkel daarentegen. Hier ligt niks meer, daar wel. Daar ligt een blauwe trap of zo, denk ik. Ja, wall trap. Hier beneden zit het weer. Oh, nog een blue potion. Dan neem ik wel mee van mijn granaten. Hier is weg. Kunnen we omhoog bouwen. Switch deze maar even om. Zo, beter. Op kogels. En dan gaan we snel naar de supply drop. Hij komt er al aan. Hij is al bijna geland. En daar is hij al. Hij is geland. Niemand die hem wil. Dan ga ik hem al halen. Ik heb verder geen probleem. Ik zie wel dat deze huizen loot zijn, die deuren staan open en daar is de kelder open. Nou ja, die kunnen al lang weg zijn. Hier ligt de supply drop. Dan pakken we deze en dan gaan we naar het Tomato Tunnel. We staan er best lekker voor. Ik kan deze wapen wel uitwisselen, mijn... Nou, dat gaan wij zeker doen. Als er twee medkits zijn, dan neem ik ze mee. Nee, zijn het niet. Dan jammer. Wel een blue pill extra. Dan hebben we toch weer twee blue pills. En een gouden sniper. Gouden snipers heb ik geen, zeker geen nee tegen. Nou, eigenlijk is die first aid kit ook wel niet zo... Oh. Ik breng deze wel op. Dan kan iemand anders nog niet van die pakken. Daar krijg ik er verder niks aan toevoeging bij, maar... Ik kan hem niet echt meedragen en om die nou te laten liggen voor iemand anders is ook weer een beetje overdreven. Die tomaat is echt derpy as fuck. Echt niet normaal. Ik neem nog een bootje mee. Deze ook. Zo, ik heb er even wat extra hout. Het is ook allemaal geloot natuurlijk. Ja, we gingen de tunnel in. Zei ik. Ik zie niemand. Ik heb nog bijna niemand gezien deze game. Op begin 3 man vanmorgen en nu bijna niemand. Ja, er zijn er maar 28 man over en die cirkel is kei groot voor 28 man. En dit is ook allemaal doorgesmashed. Misschien staat die ammo box er nog. Nee, is ook al geloot. Er stond er alleen ammo box. Oh, die gaat volgens genaaid. Oh, weer supply drops. Ik ga wel even naar boven. Ik hoor ze volgens mij iets bevest van mij. Volgens mij hoorde ik dat ze best waren.
ook niks kunnen hebben. West, dacht ik. West-ish. Ah, daar. Noordwest. Nou, dan gaan we die ook wel halen. Oh, de volgende cirkel zit hier op de metrotown. Ah, ik wil eerst die supply drop eigenlijk wel. Zo, prima. Geen fall damage gepakt. Gaan we voor de supply drop en dan kunnen we weer weg. We hebben een sniper gehouden, dus als we moeten snipen, ben ik ready. Hier zijn we net geweest en niemand is er. Echt heel apart. Ik raak wel op de... Oeh. Daar is een soort building going on over hier. En waar is die supply drop heen? Of is het net achter die willig voor mij? Is hij daar? Oeh. Mensen aan het vechten, mensen aan het vechten. Die gaan we pakken. Deze dude, die heeft geen idee. Dude has no clue. Als je me nu killt, is je echt goed. Zo doen we dat. Super klein beetje damage gepakt. Van het vallen. Nou, let's go. Super goede stuff heb ik nu. Nu gaan we het tomato tunnel in. Nu gaan we de berg op en dan gaan we het zien. Oh yes, die was lekker. 5 kills, 20 man. We hebben echt een goed potje. Eerste potje dat ik opneem, gaat meteen al lekker. Goed veel spullen om te bouwen hebben we nou ook. Kijk zo meteen wel even in mijn inventory hier waar we hoeveel goed we zitten. We zitten alweer in de cirkel, dus we hebben tijd. Al deze deuren. Sorry mannen. Iemand kwam even langs. Mijn moeder om precies te zijn, maar het maakt niet uit, het kan allemaal gebeuren. Oké. Ik denk nog niet dat ik zo'n geweldige gameplay door als moeder laat vechten. Dat denk ik niet. Zo. Wat zit er dan in het metaal? Heel prima hier. Oh, ik zit alweer in de cirkel, joh. Ik zit in de volgende ook al, die is super klein hier. Oh, 13 man over. Ik wil eigenlijk nog wel hoger.
Oh, perfect. Laat de bandjes maar zitten. En die gaan we die allemaal naar beneden halen. Ha, dikke prima dat het daar ligt. Dikke prima. Volgende cirkel. Shit. Ik moet gaan. Ik weet niet wie mij schoot het eigenlijk. Oh, daar zit ook een huisje. Ik ga even via de tunnel gaan, maar dat ga ik niet doen. Ik ga denk ik aan die edge van de berg zitten. Die zullen we nog wel eens kunnen gaan winnen. 5 man over. Ik vind het al knap dat ik het in de 5e plek heb gemaakt al, joh. We gaan serieus strong dit potje, man. 5 kills, 4 man nog over. Ik zie iemand zitten. Dan is hij weg. Niks geraakt daarentegen. Dat was wel niet zo heel goed aim. Maar goed. Shit.
Boom, mannen. Eerste plek. 8 kills. Boom. Eerste keer opnemen ook. Zo doen we dat. Lekker potje, mannen. Lekker potje. Yes. Eerste plek opnemen. Hoppakee. Lekker. 8 kills. Het einde nog clutch met de shotgun en de assault rifle. Oh mijn god. En we hadden nog een kei lekkere snipe in de basis. Holy shit. Mannen. Eerste plek. Zo doen we dat. Nu weten jullie de looproute. Container shipment, jongens. Boom. 3 kills op het begin al oppakken. Daarna nog 5 kills erbij. En een eerste plek meenemen. Het is een dikke prima voor mij. Net nog binnen de cirkel geëindigd op dit punt. Maar ik kan er niet veel meer van zeggen. Hoe lekker was dit potje, mannen? Hoe lekker was dit? Dit voelt toch perfect. De eerste plek. 1 man over zien jullie rechts onderin staan. Nu niet meer. Holy shit. Ik ben er best blij mee. Check uit. Doei.